Zo, een hele goede avond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe stream. Vandaag gaan we lekker Animal Crossing spelen. Ik had in de Discord gevraagd van, goh, wat zullen we gaan spelen? Want ik zat te twijfelen tussen Fortnite en Animal Crossing. Toen werd het op een gegeven moment, stond het de hele tijd 2-2. Toen werd het 3-2 voor Animal Crossing. Dus toen dacht, dat was 9:15. Dus toen had ik zoiets van, nou, dan gaan we dus Animal Crossing spelen. Maar net zag ik uiteindelijk dat het 3-3 is geworden. Dus misschien dat ik nog afsluit met een potje Fortnite. Maar dat is nog eventjes kijken. We beginnen zo meteen in ieder geval met Animal Crossing. Ik zie dat Stefan er al is. Welkom weer Stefan, top dat je weer bij bent. Vuur Angel, Marco die is natuurlijk, hij lieverd. En ik zie dat Piesper er ook is. Welkom. Leuk dat jullie er, jullie er allemaal weer bij zijn. Ik vind het geluid te hard om mijn oren. Even kijken. Zo. Dan doe ik hem gewoon weer lekker scheef. Mooi scheef, hè? Ja, oké. Okay. Zo. Dan. Ik heb hem nog steeds op de middag staan. Dus het is, als ik het goed heb, 1:00 middags bij mij. Dus. Dan snappen jullie ook gelijk waarom het licht is bij mij. Dus, en er is natuurlijk een update geweest, hè, met Animal Crossing. We kunnen nu meer designer vakjes gebruiken. Zo, en Marco die heeft de Gnomebot behoorlijk geüpdate. Dus als het goed is... Nee, ik ben niet verslaafd aan tijdreizen, Piespe. Hij staat nog steeds op hetzelfde tijd. Dus in principe hou ik hem de hele tijd gewoon op hetzelfde tijdstip. Sorry, ik was eventjes druk met mijn thee bezig. Is goed, tot zo, Stefan. Nee, Marco die is druk bezig geweest met Gnomebot. Dus als het goed is, doet hij het nu gewoon goed. Maar dat moeten we dus tijdens de stream gaan ervaren, hè. Is er weer geen nieuws. Isabel heeft niet zoveel nuttigs te vertellen weer. Altijd over haar kijkgedrag. Ik weet het niet. Oh, het regent. Het regent, het regent. De pannetjes worden nat. Oh, ik krijg allemaal cadeautjes. Je zit in mijn hoofd, hartendief. Oh-oh. Beter dan... Jij kan niet. Bedankt voor een superleuk verjaardagscadeau, hartendief. Hoe wist je nou precies wat ik wilde? Ik stond echt wel te dansen. Oh, ik heb ook iets voor jou trouwens. Ik had haar die viool gegeven, of niet? Die was echt vet duur. Ja, van Label natuurlijk. Hé, hey, goedenavond Wesley. Top dat je weer bij bent. En Ricardo is er ook. Welkom. Hoe ik me voel? Ja, ik voel me op zich wel beter. Af en toe nog wel een beetje buikkramp, maar het is te doen. Bedankt voor het vragen. Kijk, Scoot heeft ook een brief gestuurd. Blijf knokken, Gnoopje. Ik heb de laatste tijd echt extreem veel spierpijn. Maar dat is een teken dat ik sterker word, toch? Ik ben hartstikke benieuwd om over een tijdje te zien hoeveel mijn spieren gegroeid zijn. Kijk. Ja, bij mij gaat het dus beter, Wesley. Beter dan gisteren in ieder geval. Want nog een cadeautje van... Oh ja! Animal Crossing is 1 jaar. Of nou ja, Animal Crossing New Horizons. Dat is 1 jaar. Zo hard gaat het alweer. Man. Oké, wat heb ik allemaal bij me? Ik heb namelijk geen idee. Ik heb sinds de vorige stream heb ik niet gespeeld. Dus cadeautjes, cadeautjes, cadeautjes. Hey, Framboozy. Hoe is het met jou? Allemaal teamview even openen. Heb ik opgestart. Pam. Pam. Ja, inderdaad. En de crossing. En ik zie dat Femke er is. Welkom. Ik wilde die...
Ik heb gisteren... heb ik niet gestreamd, Femke. Gisteren had ik heel veel last van mijn buik. Dus ik heb de stream helaas moeten cancelen. Dus vandaag gaat het gelukkig weer wat beter. Dus kon ik vandaag wel weer gewoon live zijn. Zo. Even kijken, wat is dit dan? Dit past nog goed bij de rest van de outfit ook. Ik hou het aan ook. Dan kan die andere naar de opslag. Ik zit te denken, wat heb ik de vorige keer gedaan? Ik weet het echt niet meer. Ik kan heel even de chat niet lezen hoor. Sorry als ik mijn berichtje niet lees. Onkruid zijn fossielen. Ik ga die fossielen maar even opgraven. De vorige keer ben ik volgens mij heel druk bezig geweest met paden leggen. En uiteindelijk had ik eigenlijk zoiets van... Dankjewel voor het beterschap wensen, Femke. En ja, het gaat nu wat beter van Booty. Dank voor het vragen, lief. Ik denk dat ik deze week en volgende week niet zo actief kan zijn tijdens de streams, want examens. Heel veel succes met je examens, dat is natuurlijk het belangrijkste. Hier ben ik de volgende keer zo druk mee bezig geweest trouwens. Dat wil ik hier ook nog doen. Nog meer fossielen. Maar inderdaad, examens gaan voor op streams. Examens, dat is je toekomst. En die streams, die kun je terugkijken. Of weet je, die streams kun je ook laten voor wat het is. Het is leuk, maar het is geen prioriteit natuurlijk. Oh ja! Helling plaatsen. Want deze helling is nu weg. Daar ben ik heel blij mee. Dus kunnen we nieuwe hellingen plaatsen. Dank je, Femke. Het is nog lang niet na tevredenheid. En af en toe heb ik zoiets van, ik kan net zo goed weer opnieuw beginnen. Maar het valt op zich wel mee. Gewoon doorzetten en gewoon steeds ietsje verder doen. Maar dan zie je andere eilanden en heb je echt zoiets van, hoe dan? Maar ik ben nog heel erg bezig in blokjes. Hier een blokje van dit, daar een blokje van dat. Dus ik denk als ik op een gegeven moment wat meer rondgeplaatst heb, zeg maar, dat het dan wat beter gaat. Ja, dat is een beetje lastig inderdaad als je terugkijkt. Oh, ik hoor een tring, tring, tring. Oh, dat is een testpingetje. Oké. Ik zeg wat mis ik. Maar niks. Helemaal niks. Eens even kijken. We gaan zo die fossielen eventjes laten analyseren bij Blathers. Oh, Tia. Dat lijkt me het belangrijkste om weer eventjes te doen. Dan kunnen we namelijk cadeautjes weggeven. Dank je. Ja, ik heb mijn haren niet vaak los, maar ik heb vanmiddag gedoucht en ik kan na het douchen kan ik dan mijn haren niet borstelen, dus Jeremiah moet hier toch? Jeremiah is thuis, oké. Cool. Dus en ik kon net dus pas mijn haren eindelijk borstelen, dus ik had zoiets van weet je wat, ik laat het nu ook gewoon los. Denk weer even wat anders. Bladders. Oh, kijk, ze is ook op mijn eiland. Oh, ik wil niet slaan. Oh, leuk. Ja, kopen. Daar geef je een hele wijze raad, Femke. Oh, nee. Die wil ik niet nog een keer kopen. Nee. Ja, ik kan wat meer zien. Een rugzak met flap. Een avondtas. Ik vind deze wel leuk, die rugzak. En die rugzak met flap. Dat vind ik wel leuk.
Oh. Nu heb ik maar één tas gekregen. Oh, oh, oh. Heel herkenbaar, Piespe. Heb ik die nu gekocht? Nee, ik heb die andere gekocht. Deze moet ik opkopen. Hey, Lisassia. Hoe is het met jou? Leuk dat je weer bij bent. Ja, maar daar ben ik ook echt druk mee bezig hoor, Piespe. Echt gewoon op tijd naar bed gaan. En 's ochtends gewoon de hele tijd rond dezelfde tijden opstaan. Dan heb je, nou ja, dat heb je sowieso wel met je werk, maar ja, dan heb je toch wat meer regelmaat. En daardoor ben je weer minder moe. 27 maart is Lolly jarig. Ik ga toch mijn koptelefoon helemaal opdoen, want hij zakt de hele tijd af. Normaal dan heb ik een staart waar die achter blijft, waar die op blijft hangen. Het nadeel is, als ik zeg maar, ik heb nu mijn koptelefoon heb ik in mijn monitor zitten, waardoor ik mijn volume niet aan kan passen. Dus dat is echt heel naar. Hoe kom ik aan zoveel klingels? Wat ik nu bij me heb? Ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb denk ik 90% van mijn klingels heb ik gekregen. Je account ontbreekt wat? Wat doe je? Nee, ik heb op de bank heb ik iets van 3 miljoen staan, maar ik heb echt bijna alles gekregen. Maar ik heb wel een goede tip hoe je snel klingels kunt verdienen. Dat ze echt knollen. Knollen werken heel goed. Maar dan moet je echt via Turnip Exchange en er ook de tijd voor nemen. En verder in de zee duiken. Vuur Angel. Ik doe eventjes zo. Die heeft een gift subje gegeven aan Femke. Dankjewel lieverd. En veel plezier van je subje Femke. Nee, kijk er verder als je gaat duiken in de zee. En je gaat daar veel... veel... ik wil het zeevruchten noemen, maar veel zeewezens. Ik kwam even niet uit mijn woorden. Ik kwam niet op het juiste woord. Maar als je veel zeewezens daarvan oppakt, dan kun je die weer verkopen bij de winkel. En daar krijg je weer veel geld voor. Dit ziet er toch niet uit. Ik vind... Oh, wacht. Dat is wel leuk. En nog een manier om makkelijk aan geld te verdienen ben ik even aan het bedenken. Even kijken. Wat ik verder doe is verder veel fruit verkopen en zo. Een aanrader qua headset en liefst niet al te prijzig. Ja, wat is je budget? Dat is een beetje een vraag natuurlijk, hè? Ja, nou, weet je, ik ben zelf ook niet zo druk bezig met klingels verdienen. Dus dat is ja. Dus ja, dan krijg je in één keer allemaal cadeautjes en dan... Oké. Okay. En zo heb je in één keer vet veel geld. En ik zie dat Giga X15 er is. Hé, hey, goedenavond. jullie zijn allemaal liefjes. Echt een leuke chat. Altijd lekker gezellig. En tof praten, eventjes alles legen en ontspannen. Dat is wel de bedoeling. En spinnen vangen. Ja, maar spinnen, de spawn rate is echt heel laag. De kans dat je spin tegenkomt, ja, dat is gewoon minimaal. Ik ga toch een andere kleur trui aan doen. Dit is het net niet. Maar als ik hem zo doe, dan matcht hij wat beter met mijn kattenoortjes. En die... vleermuisdingetjes op mijn rug. Ik vind het mooi. Wij zijn klaar. Ja, oké. We zijn weer omgekleed. En dan kunnen we natuurlijk hier zien dat we weer vakjes vrij hebben als het goed is.
is dat hier? Wat heb ik allemaal voor rare dingen trouwens erin zitten? Die heb ik er niet allemaal in gezet. Maar blijkbaar niet. Huh? I don't know. Oh, laatste abonnee werkt nu ook? Top. Lekker bezig, lieverd. Ik moet die eventjes... Oh, ik weet niet wat ik doe. Ja, dat is ook die ik nu heb, toch? Of... Oh, nee. Ik heb een Sound Blaster X. Maar dit is de oude headset van Marco. Marco die heeft nu een HyperX en die is inderdaad very nice. Bladders. Wel het neusje de goede kant op gericht houden. Ja, je hebt nu wel je favo emoji weer terug. Ja, hij is leuk hè, de rippy emote. Zo. Ja, nou Piespink zou je zeggen, ik had zelf eerder gewoon een headset van de Action van 5 euro. Die zat voor mij goed. Geluid was gewoon prima, microfoon deed het gewoon prima. Maar als je dan op een gegeven moment deze gewend bent, deze is natuurlijk ook, heeft noise cancelling, dus mijn omgeving, dat hoor ik amper. En ja, het geluid is gewoon veel dynamischer. Dus wat dat betreft is het toch wel weer anders. Maar het ligt er maar net aan wat je gewend bent. Oh, er moet ergens nog één fossiel liggen. Die zullen we vandaag nog wat ergens tegenkomen. Oh, hij heeft ze allemaal al. Dan hoop ik dat er eentje ertussen zit die wij kunnen gebruiken natuurlijk, hè? Nee. Ik denk check, dubbelcheck dat ik inderdaad niks heb om te doneren. Een Archaeopteryx. Juist, een reuzenhert. Oh, Tyrannosaurus staart. Dat is nice, want ik heb twee dino's die ik wil gaan plaatsen. Dat is de T-Rex en de Triceratops. Even te denken, want die wordt wel groot, man. Die moet helemaal tot en met hier. Helemaal tot en met hier. En die Triceratops is ook zo groot. Ik denk dat ik die Triceratops hier ga plaatsen. Onkruid. Oh ja, de vorige keer hebben we een kampeerplaatsje gemaakt. Dat is waar ook. Ja. Nog steeds mooi. Oh, met onkruid. Niet één, maar twee of drie of zo. Ja, ik probeer zo om de bomen heen te kijken. Werk voor gemeente, ik weet het, maar ik probeer het toch. Wow, er ligt hier echt veel onkruid. Oh, en die bordjes hadden we omgewisseld. Vorige keer zijn we best wel productief geweest. Mijn eiland hier is momenteel 4 sterren. Sorry voor de herrie van de watervallen. En thanks, ik ben er tot nu toe redelijk tevreden mee. Ik heb nog wel een paar dingen straks zoiets van, oh, dat wil ik toch liever zo of zo. Maar ik heb zoiets van, ik ga nu eerst gewoon verder.
En ik zie wel wat het wordt. Ik wil nog eventjes naar de noekjes toe. Moet ik even mijn cadeautjes, mijn fossielen inpakken. Het zijn nog geen cadeautjes. Oh, maar dat is echt fijn als je eindelijk je 3-ster-eiland hebt gehaald. Want dan kun je eindelijk bezig met paden maken en dat soort dingen. Want dat is echt wel een dingetje. Oeh, grote beer. Die ziet er leuk uit. Dat bed hoef ik niet. Ja, Stefan die heeft sinds deze... Ja, de week is net begonnen, dus dan is het sinds vorige week... Heeft hij een 5-sterren-eiland? Very nice. Een papa-panda. Ik weet niet of ik die al heb. Dus koop maar. Ja, wat, wat ik voornamelijk nog moet doen is decoreren. Dat krijg ik de hele tijd mee als tip. Dus, maar ik ben dan eerst dit maken, eerst dat maken, eerst dit maken, eerst zo maken. Dus we gaan gewoon beetje bij beetje en uiteindelijk komen we er wel. Wat ik voornamelijk moet gebruiken zijn doe-het-zelf plannen. Dingen die ik zelf maak. Inpakpapier. Grijs of wit? Ik ga voor wit. Haar. Mayra die heeft met mijn kopje zitten spelen. Die, ze wordt er bijna 1, hè. Maar er zit ze, ik heb hier nog lege kopjes staan. Staat ze zo bij de tafel. Gaat ze zo mama nadoen. Zit ze een half uur zit ze alleen maar te roeren en te spelen met het lepeltje in het kopje. Op een gegeven moment legt ze het lepeltje ernaast. Pakt ze die beker. Zit natuurlijk een laagje koude thee in. Dus ja, dat was wel even het komisch gezicht. Ja, Stefan, wanneer is feestje dan op Bora Bora? Ja, inderdaad, wie wil nou geen feestje? Vooral nu. We zijn er maar een klein beetje aan toe, hè? Plan. Dat moet ik ook echt een keertje weer gaan doen. Vissen. Ik heb echt nog amper vissen gevangen. Is de eiland afkrijgen? Nou, vooruit. Ik heb het verhaaltje niet voorgelezen. Het spijt me zeer. Maar we hebben een nieuwe DIY. Ik zie het. Of heb ik hem nu weggejaagd? Nee, hij is er nog. Zal ik hem gewoon gaan vangen? Ja, we gaan hem even vangen. Geen feestjes persoon? Oh, ik wel hoor, ik hou wel van een feestje. Oeh. Die was hungry. Die heb ik al wel een keer gevangen, maar die heb ik nog steeds in mijn opslag staan als ik goed heb. Liever lekker knus voor de tv, samen iets kijken. Hou ik ook wel van, maar dat doen we nu al bijna een jaar. En af en toe er echt gewoon op uitgaan vind ik dan wel lekker hoor. Ik heb vooral zin om gewoon weer met Marco dan bijvoorbeeld... eventjes naar het bowlingcentrum te gaan of zo. Eventjes lekker bowlen, poelen, dat soort dingetjes. Gewoon eventjes lekker gezellig met z'n tweeën iets doen. Daar heb ik echt heel erg zin in. Hey Arjen! Welkom! Top dat je er weer bij bent en dat je iets later bent. Geeft niks. Ja, maar ik snap wat je bedoelt inderdaad. Ik hou ook echt wel van lekker thuis hangen, om het zo te zeggen. Maar dat komt omdat, ja, ik heb een hele periode... in de horeca gewerkt en toen kon ik gewoon werkte ik elke avond van 6 uur tot ergens midden in de nacht. 6 uur 's avonds tot ergens midden in de nacht, maar kijken.
Ja, dan ben je sowieso niet veel thuis. Dus wat dat betreft vind ik het ook wel inderdaad lekker om gewoon een keertje thuis te zijn, inderdaad. Maar nu zit ik al een jaar thuis. Dus en dan ook gewoon thuis. Dus dan word je op een gegeven moment heb je wel zoiets van. Oh, wat dan, Arjen? Heb je zelf klachten of iemand bij jou in de klas? Zo, even een rondje cadeautjes, hè? Nee, de test stelt inderdaad niet zoveel voor. Kijk, ze doen eentje in je neus, die is een beetje naar. Omdat je denkt dan dat hij op zijn ver zit, dan gaat nog ietsje verder. Maar het doet geen pijn, het is vooral naar. Kijk, ja, die keel ligt er ook een beetje aan wie de test afneemt. Ik heb nu in totaal 4 keer een test gehad. En de eerste keer stelde niks voor. De tweede keer stelde niks voor. De derde keer stelde niks voor. Maar de vierde keer, ik weet niet wat die gozer deed. Maar dat ging zo naar door mijn keel heen schrapen. Dat ik gewoon echt daar half aan het kokhalzen was. Dat was echt niet fijn. Ja, precies. Je zorgt inderdaad ervoor dat het internet blijft werken. Bij andere mensen. Oh, sorry. Tia gaan we het laatste cadeautje geven. Ja, sorry Tia, ik doe ook mijn best. Ik heb iets voor je. Pam, 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 pam. Oh, dezelfde persoon, ja? Oh, ik hou niet eens bij wie het afneemt, zeg maar. Daar heb ik echt niet op gelet. Het is gewoon een persoon. Stom, hè? We hebben Anke geen cadeau gegeven. Dat is wel een dingetje. We moeten even die laatste fossiel straks tegenkomen, zodat we Anke nog een cadeautje kunnen geven. Anke is natuurlijk wel mijn dreamie, hè? Anke is er iets aan het maken. Klopt. Ik wil alles weten. Ik las het in de fractie van een seconde. Een Cosmea douche? Een Cosmea douche. Oké. Dat is inderdaad zo met die mondkapjes. Dan moet je echt 2 keer kijken van, wie is dat nou? Er was laatst op een gegeven moment. Wij liepen door de winkelstraat heen van het winkelcentrum hier bij ons in de buurt. En op een gegeven moment ik er zo, hoi, zwaaien. Dus Marco die kijkt, die moest 2 keer kijken dat het zijn eigen zus was. Dus ja, inderdaad, je moet af en toe echt dubbel kijken. Oké, tijd om wat te bouwen. Oh nee, ik wilde gaan dromen. Ik zit in 1 keer naar mijn titel te kijken. Oh ja, ik wilde dromen, want ik wilde inspiratie opdoen, want ik weet niet wat ik moet bouwen. Ik ga eventjes op zoek naar een droomcode, zodat we lekker naar een museumpje. Dat we daar inspiratie op kunnen doen. En dan kan ik gelijk mijn droom updaten, want dat is echt al te lang geleden. Mijn halve eiland is alweer veranderd voor mijn gevoel. De laatste keer dat ik hem heb geüpdate was toen ik net het Mario gedeelte had gemaakt. Zo lang geleden is het alweer. Dat lijkt me ook niet handig, Piespen. Dat is juist de bedoeling niet. Het is juist de bedoeling dat je afstand houdt. A dream address. Museum. Animal Crossing. Is goed, Arjen. Bedankt voor je lurk.
Pinterest of zo. Pam, 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 pam. Nee. Ideas. Animal Crossing. Pinterest. En vaak staat er dan wel een codetje bij. Ga ik ondertussen eventjes... Oh. Mijn ding is updaten. Is goed, Femke. Werk ze dan nog eventjes. En tot zo. Ja, ik wil gaan slapen. Pom, 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 pom. Oh, dat ziet er tof uit. Ik zie meerdere coole dingen. Ik ga eerst bij deze kijken, denk ik. Wat is de droomcode? Staat er niet bij. Next. Dan ben ik ook gewoon heel simpel. Ik wil wel kunnen dromen natuurlijk. Mijn droom-eiland. Ik wil de droom updaten. Dan is hij in ieder geval tot en met dit moment van nu geüpdate. Dat is alweer een heel stuk verder dan dat het was. Ja hoor, die ding. Dat ziet er ook wel cool uit, maar niet zozeer wat ik zo... Oh, wauw. Dit ziet er heel tof uit, maar waarom staat er geen droomcode bij? Dat vind ik naar. Ja, ik heb toch een droomcode nodig, hè? Daar wil ik even heen. Ja, is goed, Lisa. Ja, dat is helemaal de bedoeling ook. Daarom update ik het ook. Uitroepteken droomadres. Ja, droomadres. En dan krijg je mijn droomadres en dan kun je gewoon zoeken. Wil je offline een keer kijken, dan staat die ook nog bij mijn informatie van mijn Twitch-pagina. Pam, 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 pam. Die. Nou. Green. Oké, het ziet er allemaal hartstikke mooi uit, maar daar kan ik helemaal niks mee. Leuk Pinterest. Je kunt er helemaal niks mee. Team address. Nee, dat is een patroontje. Daar hebben we ook niks aan. Dit wordt nog moeilijker dan ik dacht. Island Inspirations. Dream. Ik doe gewoon droomadres dan. Animal. Oh, crossing. Dream. Code. Dit eiland ziet er heel druk uit. Oh, ik moet hem nog opslaan. Sorry, dat was echt een hele slechte lach. Ik weet het. Maar ik heb geen idee hoe het, hoe het voor een museum uitziet. Maar het eiland zelf, de plattegrond, die ziet er echt heel erg druk en vol uit. Dus ik denk dat we daar genoeg kunnen bekijken. En waarschijnlijk ook wel een leuk museumpje. Piespe, dankjewel. Die doet een subgiftje.
aan Chrissy. Chrissy, gefeliciteerd met je giftsub. En veel plezier ervan. Ik wil dromen. En dan doet hij het nu mooi, hè? Pom, 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 pom. Die ga ik eventjes opslaan. Ik heb hem eventjes gekopieerd. Dan ga ik daar zo naar kijken. Of daar kan ik nu wel eerst heen gaan. En dan kan ik daarna naar die ene van mij gaan. Ik kan niet veel op de afbeelding zien. Oké. Ik ben benieuwd. Gaan we gewoon eerst naar die van jou. En daarna gaan we wel kijken of we naar die van mij kunnen. Of nou ja, van mij. Die ik op internet heb gevonden. Waar ik geen idee van heb. Waar alleen de plattegrond er cool van uitziet. 9, 9, 4, 4, 7, 4, 5, 6, 1, 3, 8, 9. Welkom terug, Arjen. Nou, je hebt niet zoveel gemist, want ik was alleen maar bezig met het updaten van mijn droom en een droom opzoeken. Ja hoor. Dus Farmbootie kwam met een leuke, tenminste ze denkt dat hij leuk is, dus we gaan eventjes kijken. En ik heb zelf eentje met in ieder geval een hele mooie plattegrond, dus geen idee hoe het eiland verder uitziet. Dus daar wil ik dan hierna nog even naar gaan kijken. Kijken of we een beetje inspiratie op kunnen doen, want ik ben een beetje inspiratieloos. Even wat drinken in. Zie ik daar nou? Oh, dat is een wolf. Ik dacht dat dat Red was en ik had zoiets van, hoe dan? Geppen. Is dit stiekem jouw eiland, Farmbootie? Nee, jouw eiland zag er heel anders uit. Wow. Het eiland, volgens mij staat hij heel vol. Ik weet niet, maar hij is best wel laggy. Of het ligt aan mij, maar... Wow. Oh, volgens mij is dit een Japanner of Chinees. Hé, hey Noor. Hoe is het met jou? Leuk dat je erbij bent. Oké, heel veel eigen bewoners ook. Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 man op een eiland. Man. Ik ben nu de allerlaatste level van 3D wordt en ik ben nu al 3 dagen bezig. Net had ik mijn broer gevraagd, we zaten 2 uur aan. Nog steeds niet gelukt. Oh, man. Dat lijkt me echt zuur. Oké. Maar op zich, ja, niet zulke hele bijzondere bewoners. Oké. Maar volgens... Wow, ik moet er rustig doorheen lopen, want het eiland is te vol. Alweer, ja? Oké. Ja, wat zeggen we, hè? Het is wat het is. Je doet er zo weinig tegen, hè? Ja, dit is heel vol. Daarom, als ik zo ga lopen, moet je kijken hoe leggy het is. Als ik ga rennen, ik kan niet eens rennen, joh. Oké, maar waar is het museum dan? Die ga ik eventjes opzoeken. Is goed, Lysassia. Inderdaad, lekker eventjes zelf Animal Crossing erbij pakken. Heerlijk. Museum is daar. Dan moeten we dus die kant op lopen. Dat is naar... Noor. Niet naar Noor, maar dat is naar Noor. Wat heeft hij voor gekke hekjes? Oh, maar hij heeft wel mooie fossielen ervoor gezet trouwens. Sterkte, Noor.
Deze banken zijn mooi. Oh, zijn trouwhekjes. Ah, ja, ik heb dat niet gespeeld. Dan opzij, oké. Oh, het is vol. Je bent een museum shop. Oh, boekenkasten plus dan van die plaatjes. Nee. Jij maakt er al helemaal wat moois van, Piespen. Je hebt wel een leuk eilandje uitgezocht, Verboozy. Oh, moet je kijken wat de kunst ze al hebben, joh. Man, wat ze niet eens hebben ingeleverd. Ik zit even te kijken, want... Meisje met parel is echt, dus... Volgens mij melkmeisje ook. Ik denk dat ze allemaal echt zijn, dat is wel cool. Ja, ik vind het iets te vol inderdaad, maar dat komt meer omdat ik me gewoon irriteer aan hoe het speelt. Ik vind het wel mooi op zich. Dus ik vind dit idee bijvoorbeeld ook gewoon heel leuk. Gewoon zo'n soort van giftshop, museum giftshop maken. Oh ja. Oh, dat lijkt me leuk. En inderdaad ook een beetje zo'n giftshop ideetje maken. Maar dan ook zo bijvoorbeeld aan de andere kant. Dan zo'n fossiel dig site ding. Waar ze fossielen opgraven. Dat maken. Ja, precies. Dit zou heel goed bij mijn eiland passen ook. Wow. Ik ga wel van dit eiland af. Want mijn ogen die raken helemaal triggerd. Ze hebben hem iets te vol gestopt. Ik weet niet waar ik heen moet. Volgens mij zit ik hier goed. Dus we hebben in ieder geval naar het museum kunnen kijken. Maar dit eiland is een beetje te vol. Waardoor die niet lekker loopt. En mijn oog helemaal gaat. En als ik niet uitkijk, dan triggert het zo'n migraineaanval of zo. Zo, even wakker worden. Ja, dat heb ik inderdaad ook, Arjen. Als het te vol is, dan verdwaal je gewoon op je eilandje. En wat ik voornamelijk heb is dan, als het vol is, dan heb je vaak ook dat er eigenlijk maar één route is die je kunt belopen. Dan loop je zeg maar zo over je eiland. Maar kun je niet tussendoor weer zo gaan lopen, over het algemeen. Bij de meeste eilanden is dat in ieder geval zo. En dan loop je zo en dan wil je daarheen, zeg maar. En dan loop je zo en dan loop je net verkeerd en dan... Oh, en dan weer moet je weer teruglopen. En dat heb ik voornamelijk. Oké. Dit eiland ziet er ook heel vol uit. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. De plattegrond ziet er groot uit. Maar misschien liggen er wel niet zoveel items. Ja, slapen klinkt goed. Doe je rustig aan, Noor. Hopen dat je broertje en zusje een beetje willen slapen. Dat je zelf ook gewoon lekker op tijd kunt slapen. Zal fijn zijn. Hey Seppe, goedenavond. Welkom. Hoe is het met jou? Ik heb jouw pootje niet gezien. Dat is zeker weten waar. Goeie Verboozy. En bedankt natuurlijk. Want dan... kunnen we mooi samen doordromen inderdaad, als je wat leuks tegenkomt. Oh, dat is fijn hoor. Droomadres. Waar hou ik van? Het moet niet te natuurlijk zijn, maar ook niet te stedelijk. Juist een beetje ertussenin. Snap je wat ik bedoel? Ik snap zelf af en toe namelijk niet wat ik bedoel. Het moet me aanspreken. Dus dat is... ik kan niet zeggen van nou, die stijl wil ik hebben.
Oh, dat is fijn dat ze dan gewoon lekker doorslaapt. 9, 4, 3, 7, 7, 9, 7, 7. Oh, fijn dat ik je wel beter laat voelen, Arjen. Vooral rustig aan doen, hè? Ja hoor. Kijk, gaat goed. Een week geleden zat ik in quarantaine. Mijn zus deze week voorlopig negatief. Nou, fijn dat het alles negatief is. Ik hoop dat je je verder ook gewoon goed voelt. Oh, je zus zit nu in quarantaine. Oh. Maar in ieder geval fijn dat het dan tot nu toe negatief is. Dus hopen dat dat zo blijft natuurlijk. En dat jullie ook gewoon goed voelen. Goed genoeg. Ik ben ook weer een beetje verkouden hoor. Maar dat is ook een beetje het weer. In Birdwell. Oh, dit is net zo'n eiland. Ah, minder erg dan die andere volgens mij. Laten we even naar de plattegrond kijken. Kijk, die heeft gewoon één hoofdbewoner. En voor de rest gewoon dierlijke bewoners. Met een supermooie entree, maar niet echt jouw stijl. Maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want ik weet zelf niet eens wat mijn stijl is. Allemaal sterren en zo. Oké. Okay. Rustig aan, Noor. No stress. Wel leuke bewoners. Maar nu kunnen jullie de plattegrond ook zien. Dat bedoelde ik met, die ziet er best wel heel druk en vol uit. Allemaal scheve, schuine bruggetjes en... Het ziet er gewoon heel druk uit. Ik ga gewoon even lekker rondlopen. Als we ergens kunnen lopen, ja. Net zo contrasterend als groen en rood, deze twee eilanden. Oké. Okay. Oh, dit is echt een natuureilandje trouwens, waar ik nu ben. Ik heb geen idee waar ik heen loop. Deze is wel heel druk bezig geweest, dat kun je wel zien. Vind ik leuk. Zoiets als dit, zeg maar. Zo'n watervalletje als hier, dat vind ik ook leuk. Dat wil ik ook nog ergens gaan maken. Maar wat niet is, kan nog komen. Cheers, Stefan. Ja, als ik kijk naar... even terugdenken aan hoe jouw eiland was. Jij hebt inderdaad ook echt zo'n natuureiland. Dus ja, wat dat betreft is dit natuurlijk helemaal jouw stijl. Want dit is leuk gedaan. Zo'n vijver. Cool. A very nice. Kun je hier nog wel op zitten dan? Nee. Ja, het is wel druk. Daar ben ik het ook mee eens, Stefan. Maar toch... Heeft het wel wat of zo. Ik denk al... Dat krekeltje, dat past perfect qua geluid. Maar die heeft hij hier gewoon geplaatst. Nice. Schilderijtje ervoor. Ja, nu vind ik het vervelend worden. Want je kunt niet fatsoenlijk doorlopen omdat er te veel spul staat. Oké. Dank voor je lurkseppen. Word je onrustig van? Kan ik me voorstellen hoor. Stitches. Oké, maar op zo'n eiland als dit zou ik 10 keer verdwalen. Wat ik nu ook aan het doen ben. Maar ik vind wel een leuk detail dat ze overal krekels heeft gezet. Puur voor dat geluidje, voor het natuureffect. Even kijken, waar is het museum? Die is helemaal achterin. We gaan gewoon kijken hoe we zo ver mogelijk naar achteren kunnen lopen. In de hoop dat het lukt. Oh, we zijn er.
Het past heel goed bij de eiland, maar ja, hier kan ik niks mee. Oh, ik dacht dat het Harvey was. Nee, dit is een leuk eiland voor jou om wat inspiratie op te doen van Boozy. Maar dit is inderdaad niet mijn stijl. Ik ben dan toch meer richting het stedelijke. Maar ook weer niet te veel. Een beetje een mixje ertussen. Ja, zo komt hij inderdaad ook over. Als een verdwaald hondje. Wel super schattig. Kijk, dat vind ik ook mooi. Zo'n waterval die zeg maar aan die kant langs loopt. En dan zo. En dan een hoekje niet, zeg maar. Ik vind dat cool. Ja. Oké. Okay. Oh, die heb jij ook net gemaakt. Nice, nice. Ja, maar zulke soort dingen, dat zou ik zelf nooit verzinnen hoor. Bij mij is alles recht toe, recht aan. En op een gegeven moment denk ik, nou, misschien kan ik dat een beetje afkappen of zo. Er zijn wel heel veel watervallen trouwens. Oké. Okay. Pam, 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 pam. Ik heb vannacht gedroomd dat je 2 nieuwe emotes had. Ik herinner het me alleen niet zo goed. Oh, ik ben wel benieuwd hoe die emotes er dan uitzagen. Zo, gaan we weer terug. Had jij nog iets, een leuke... een leuke droom tegengekomen, Verboozy? Want dan ben ik wel nieuwsgierig. Nee. Ik ga gewoon... ik ga op zoek naar een plattegrond die niet zo druk is. Deze heeft Disneyland nagemaakt. Ik hou wel van Disney. Maar als ik zo kijk, dan heb ik zoiets van... Ik ben laatst bij iemand die had ook een Disney-eiland gemaakt. Dus ik denk, oh, ga ik ook wel een keertje dromen daar? Maar ik was daar dus en ik had echt zoiets van... Ja, sorry. Maar nee, het komt niet over. Met die entree, ja precies. Ik wil dromen. En dan dus dan... kan ik in ieder geval een soort van museumwinkeltje maken. Ik moet sowieso, kan ik heggen maken en die entree wat mooier maken. Bij het museum. Hey, goedenavond Jamie. Hoe is het met jou? Top dat je weer bij bent. Blue Violet. I don't know. wij gaan even naar Disney Island. En dan gaan we dadelijk kijken of we nog iets kunnen gaan bouwen. 299. Oh. 6. 8. 5. 6. 6. Oh, hoe je de naam, kleur van je naam verandert. Oeh, ik heb geen idee. I don't know. Ja, precies. ik ben niet zo handig daarin allemaal. Ik wist niet dat je dat zo gewoon kon doen, joh. Oh, dan kun je gewoon zelf de kleur kiezen. Nice, nice. Ja, Piespen die zijn net al iets van op de tandwieltjes drukken of zo.
op het tandwieltje klikken en daar kan je de instellingen wijzigen. Oké, we zijn als het goed is op Disneyland. Ja, het eiland heet Cookie, maar het is Disneyland. Oh ja, nice. Wow, dit is ook zo'n vol eiland. Waarom heeft iedereen zo'n vol eiland? Ik vind de vlag wel cool. Oh, maar dat is wel leuk gedaan met die blokken. Oh, je kunt hier natuurlijk wel onderdoor lopen. Oh, maar dit eiland is toch ook veel te vol, joh. Waarom doen mensen dat? Ik heb nog niet echt het idee dat dit... Ja, op die vlag na... Wow. Oh, ik zie Mickey. Was dat een treintje of zo dan? We gaan even kijken. Oh, naar. Ik zie het niet zo. Sorry, ik snap dit. Ah, ik kan er niet tegen. Je kunt er niet langs lopen. Ja, die is leuk, hè? Ik zet hem even uit. Af en toe zou je willen dat kon. Tenminste, ik af en toe wel, hoor. Oh, ik wist helemaal niet dat kon, joh. Je hebt ook tijdschriften die je blijkbaar kunt aanpassen. En zelfs papieren die je op de grond gooit, die je kunt aanpassen. Dat is leuk om te weten. Dat wist ik helemaal niet. Ploep, 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 ploep. Iedereen de kleur van de naam verandert. Oh, wat leuk dit. Zelfs een lamp die je zo kunt aanpassen. Wat cool. Kussens. Man, zo leer je toch weer wat van... Oh, die mag wel uit, want dat is irritant. Ga uit. Laat maar. Dan lopen we gewoon door. Oh, prinsessenjurken. Frozen. Rapunzel. En prinses en de kikker. Ja, dank je. Oh, even trommelen. Oké. Maar wat een drukte, joh. Man. Is dit Assepoester? Ja, 100% natuurlijk. Kijk naar de koets. Wow. Oh, wacht. Hier moeten we even mooi voor gaan staan. Want volgens mij is zo'n kasteel wel leuk gedaan. Wel leuk gedaan, absoluut. Ja, het komt wel echt Disney over. Oh, kijk, die heeft een soort van schip gemaakt. Oh, is dat... Oh, dat is Steamboat Willie. Die kan natuurlijk niet ontbreken. Dat vind ik wel leuk, want het is dus niet alleen maar Disney prinsessen. Ja, deze vind ik inderdaad ook goed gelukt. Ik ben even aan het denken wie die jurk is, maar die jurk die zegt me even niks. Lijkt niet op Mulan of zo. Ah, oh, piratenschip. Leuk. Captain Jack Sparrow. Cool, cool, cool. Ah, oh, maar dit is wel tof, hè? Ja, inderdaad, hoeveel hoeveel tijd hierin zit, of niet? Oh, ik vind deze Mickey hier ook gewoon leuk geplaatst.
Maar hier zal inderdaad echt gewoon uren tijd in zitten. Maar je moet er maar op komen, hè? Ik kan dit niet verzinnen. Ik ben niet zo creatief. Welkom terug, Femke. Dus het enige is dat... dat Nintendo even een game moet fixen. Dat het wat minder moeite ermee heeft om dit allemaal in te laden. Denk ik dan. Oh, dit is een filmset? Van Cars? Oh, wacht. We kunnen naar beneden. Oh, sorry. Rustig blijven lopen. Dan gaat het goed. Ja, de batterie doet het heel goed. Dat zei ik aan het begin van de stream. Marco die is de afgelopen dagen druk bezig geweest met de Gnomebot om hem te fixen. En dat is tot nu toe goed gelukt. Hij doet het goed. Dus even wat foutjes eruit gehaald. Weer wat extra dingetjes erin toegevoegd. Ik heb een vriend die 1500 uur aan twee eilanden heeft besteed. En bijna 700. En bij 750 begon hij zijn tweede eiland. Man. Eén ding scheelt. Als jij, want dan moet je twee switches hebben. Wil jij twee eilanden hebben, moet je twee keer het spel hebben. Of in ieder geval twee switches. Als je hem fysiek hebt, kun je hem namelijk wel gewoon delen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar, kijken. Moet je wel twee switches hebben. Maar het voordeel is dat je... Nee, dat kan niet. Ik dacht, dan kun je het met elkaar wisselen. Maar dan, of je moet het spel ook twee keer hebben. Dan kun je het gewoon doorgeven, zeg maar. En dan kun je gewoon met jezelf ruilen, om het zo te zeggen. Verwijderde hij zijn eerste? No! Als ik zoveel uren in een game heb zitten, hè? Ik bedoel, even kijken hoor. Ik kan het... Oh nee, wacht. Dan moet ik hier natuurlijk kijken. Hoeveel uur heb ik nu in Animal Crossing? 245 uur. Dus dat valt nog reuze mee. Maar op zich schiet mijn eilandje wel redelijk op. Ik heb al 4 sterren eiland. Maar ik heb nu al zoiets van, ja weet je, ik ga hem niet meer verwijderen. Ik ga niet meer opnieuw beginnen. Maar met 750 uur, dan doe je dat toch al helemaal niet meer. Man. Het tweede eiland is wel een stuk mooier. Oké. Okay. Kijken, ik heb een berichtje van... Ja, ik hou dat ook niet vol zo lang in één eiland, denk ik. Sowieso. Oh, ik zit vast. Ik kan hier niet verder. Ik wil daarheen. Oh, kijk, moet ik hier naar boven? Ben ik hier al geweest? Ja. Oh ja, dat is de piratendinges. Loading, loading. Oh, dit doet me een beetje denken aan de... Hoe heet die film? Nee. Last Night Before Christmas of zo? Ik weet even niet hoe die heet. Hoe die film heet. Ik zie in één keer de spinning en denk... Wauw. Oh, dit is spookhuis. Dan kunnen we hier vast naar binnen. 245 uur te veel? Hoezo? Oh, dit is tof. Oh, wat leuk. Spannend muziekje erbij. Heel cool. Waarom kom ik daar niet? Oh, die vloer. Cool. Maar wat leuk. Hij heeft gewoon een spookhuis gemaakt. Dat is cool.
Ja, klopt, Arjen. Oh, hier waait het zelfs. Nice. Ik dacht zelfs de lampen knipperen, maar dat zijn gewoon de kaarsjes. Oh, maar wat leuk. Oh, spinnen. Nice. Dit is wel heel tof hoor. Gewoon een spookhuis maken. Oh, nee, ik ga naar buiten. Dat was niet de bedoeling. Ik zeg niks. Hoe bedoel je, Seppe? Hoeveel jij? Hoeveel tijd je hebt gekeken? Dat is inderdaad uitroepteken watch time. Pam, 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 pam. Oh, hier is een avondmaal. Oh. Oh, dat was niet de bedoeling. Maar dit is toch fantastisch bedacht. Wat de details. Ja, ik vind het cool. Is er niet iemand anders die je dan kunt bellen, hoor? Ik wil hier weg. Oh, wacht, ik moet hier naar beneden. Dat is natuurlijk wel heel lastig. Dat je nu helemaal... Ja, dat is inderdaad vrij lastig. Ja, misschien de buren inderdaad. Baba. Oh, hondje. Oh, een mistig dingetje over de vloer heen. Gewoon een grafkelder. Oké, dit is echt een heel tof eiland. Oh. Oké, hier heb ik alle kamertjes gezien. Oké, dat eiland, dat was... Dat huis is echt fantastisch. En die entree is al geweldig, toch? Oh, je kunt hier... Waar komen we uit? Oh, ik kan nergens heen. Oké. Oh, maar dan hoop ik dat je iemand anders kunt bereiken die je ook kan helpen natuurlijk. Flamingo's. Oh, die heb ik ook nog. Als het goed is. Leuk. Ja, Pasen. Daar heb ik ook zin in. Dan heb je, kijken, konijnendag of zo. Dan komt dat konijn weer. Oh, die paaseieren. Oh, leuk, 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 leuk. Wow, ik heb volgens mij nog de helft niet gezien. Gaat op dit tempo ook niet zo snel. Dat moet ik eerlijk toegeven. Kan ik hier doorlopen? Oh, dat dacht ik eventjes. Kijken. Pom, 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 pom. Ik heb van de sterren op mijn eiland. Hoe krijg ik nu die sterren? Wat je moet doen is, je mag niks vast hebben. Dus als jij bijvoorbeeld een ladder of zo vast hebt of een schep, moet je die wegdoen. En dan moet je zo naar boven kijken. En elke keer als een vallende ster komt, moet je op A drukken. Dan gaat hij wensen. En dan de volgende dag, morgen dus, dan kun je sterren gaan rapen van het strand. Oké, ik heb geen idee waar ik op het eiland ben.
Hier is het spookhuis. Wow, 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 wow. Kom ik hier langs? Nee. Maar daar zijn we volgens mij al geweest. De Pixar Pier. Ah, leuk. Ik zie Buzz Lightyear. En natuurlijk die UFO-beestjes, dingetjes. Oh ja, dat is natuurlijk wel een ding. Oh, lastig. Maar is het inderdaad... ja, in hoeverre is hij natuurlijk... Oh, trouwens, dit is echt heel mooi. Belle en het beest. Super schattig. Maar inderdaad, in hoeverre is je broertje dan ziek? Want als ze kijken... Op een gegeven moment ziek is ziek. En denk ik dan aan je broertje, die is 3 maanden. Dus er moet er toch iets geregeld worden, denk ik toch? Ja, inderdaad, waar heeft hij dan precies last van? We lopen nu achter het schip langs. Oepsie. Oh, we kunnen ook op het schip lopen natuurlijk. Nou, dit is niet de switch die slecht loopt hoor, lieverd. Dit komt omdat het eiland te vol is. En daardoor kan de switch het spel gewoon niet aan. Hij spuugt de hele tijd. Dan zou ik echt kijken, dan zou ik je ouders bellen. En ik zou de huisartsenpost of zo bellen. Want het is niet goed dat hij de hele tijd spuugt. Want van veel spugen kan die uitdrogen. Vooral omdat hij nog zo jong is. Ik weet niet hoe lang die al aan het spugen is. Als hij 1 of 2 keer, dan valt het nog mee. Maar is hij al de hele tijd aan het spugen, dan moet je echt aan de bel trekken. Want dat is gewoon gevaarlijk. Ik zou inderdaad je ouders bellen. Dan druk ik je echt even op het hart. En ik zou de huisartsenpost of iets bellen. Want die kunnen jou ook via de telefoon rustig uitleggen van wat je het beste kunt doen, hè? Ik ga terug naar mijn eiland als ik het middenstukje kan vinden. Is het hier ergens? waar is het? Oh, wacht. Als ik gewoon even stilsta. Ja, ik ben er bijna. Dan, lieve Noor, bel alsjeblieft de huisartsenpost. Ik hoef niet met jou te praten. Ik wil wakker worden. Ja, maar ik zie die vakjes niet zappen. Ik zie nog steeds evenveel vakjes. Terwijl ik wel gewoon geüpdate heb. I don't know. Tenminste, volgens mij. Hoe lang is hij al aan het spugen dan, Noor? Hoe vaak heeft hij gespuugd, laat ik het zo zeggen. En is het kleine beetjes, gewoon kleine beetjes of echt veel spugen?
ben weer op mijn eigen eilandje. En ik wilde een giftshopje gaan maken. Oké, wij gaan eventjes... wij gaan weer eventjes terug naar het gemeentehuis. We hebben in ieder geval wat inspiratie op kunnen doen. Wij gaan even met Tom praten, want wij gaan een helling plaatsen. Over de eilandinrichting. Hey Tony, welkom met een raid van 12 kijkers. Welkom allemaal. Ik was net heel druk aan het dromen. We waren net bij een heel mooi eiland. Dat was namelijk een Disney eiland. En die was echt tof. En ook een huis, dat was echt een super mooi spookhuis. En nu heb ik een beetje inspiratie opgedaan. Ik ga geen Disney eiland maken hoor. Ik was aan het kijken naar een museum. Om die een beetje in te richten. Ik wil een helling maken. Dus ja, daar ben ik nu mee bezig. Ik ga nu gewoon een beetje bouwen aan mijn museum. En dan ga ik even kijken wat voor eentje. Ik denk dat het gewoon die wordt. En ik zie Tamix en El. Bedankt voor je follow. En hoe was je stream, Tony? Red Hunter, ook bedankt voor de follow. Welkom allemaal. Steen trap of baksteen trap? Steen is goedkoper. Superleuk, mooi om te horen. Wat heb jij gedaan dan? Ik zie dat je ook Animal Crossing hebt gespeeld. Oh, je moet echt naar bed. Is goed, Tony. Slaap lekker. Nou, welkom dus allemaal. Ik ga nu lekker eventjes bouwen aan mijn museum. Hop, 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 pom. Het is bij mij trouwens nog steeds dag op mijn eiland. Ik heb 2-3 weken geleden heb ik mijn eiland wat teruggezet in de tijd. Naar de middag, zodat ik de patroontjes en zo van de Able Sisters kon pakken. Dus eigenlijk heb ik sindsdien nog steeds mijn tijd niet goed gezet. Is helemaal goed. Even kijken. Ik denk dat ik deze hier neer ga zetten. Zijn niet recht genoeg. Hier dan? Want ik wil nu... Ik dacht dus echt dat je maar 4 hellingen kon doen en 4 bruggen. Maar het is 8x8. Dus ik ga nu gewoon hier 2 hellingen neerzetten. Ik stel het me voor. Ja, ik vind het mooi. En dan hoop ik dat ik hem ook goed heb neergezet. Want ik heb er helemaal niet naar gekeken hoe dat hierboven zit. Geld zat voor. Ja. Nou, daar kun je je in vergissen hoor. Je bent er ook weer zo doorheen. Ik heb trouwens mijn eilandontwerpers app nog helemaal niet gehad. Wow, Knobbot die zegt even iedereen hoi. Maar hoe is het met jullie? Hebben jullie het leuk gehad bij Tony in de stream? Ik wil zo meteen nog heggen gaan maken. Oké. Durf eens nee te zeggen. Nee. Oh. Van de rest. Ja, jij zou slapen, Tony. Dus, doeg. Ja, was gezellig. Mooi om te horen. Zo. Ja, dus SO werkt nu ook helemaal goed. Shoutout. Dus dat is lekker. Cheers, Tamara. Dus dat is fijn. Het... beetje bij beetje komen we steeds een stapje weer verder. En daar ben ik heel erg blij mee.
Dat was niet mijn bedoeling. Ah, gezellig te waren. Altijd leuk als je mee komt wedden, hè? Maar het is een linkje, Arjen. Alleen op de telefoon is het geen linkje. Dan moet er waarschijnlijk in nog www. Voorkomen te staan. Dan pakt hij op de telefoon ook als linkje. Ik weet niet wat mijn poppetje daar deed. En weer. Het geeft me toch wel een rustig gevoel dat je nog nooit zo met zoveel mensen in bed hebt gelegen. Ja, klopt. Dan moeten we de www. Voorzetten in plaats van gewoon twitch.tv. Tenminste, ik denk dat dat het is. Die... vind ik niet zo mooi. Even kijken. Of zal ik dat gewoon dichtmaken? Ik heb het daar ook zo lelijk. Ja, maar dan wordt alles weer zo recht toe recht aan. En dan wilde ik juist een beetje vanaf. Maar dit ziet er ook niet uit. Keuzestress. Ik ga hem wel zo doen. Ik ga toch waarschijnlijk bebossing plaatsen. Ja, maar het kan zijn dat mensen hier zo in de chat hem nog niet volgen. Dus het is niet dat heel Twitch Tony volgt natuurlijk. Een tijger t-shirt. Nee, gaan we niet aandoen. Oh, ik heb die ene weggehaald. Winkel, wat heb ik nou weer voor goud blaadje vast dan? Zo. Oké, check. Kijk, zie? Hij heeft nu. Lysasia heeft hem nu ook gevolgd. Dus. Linkje is zeker niet nutteloos. Ik wil de onkruid gaan halen, want ik ga eventjes wat heggen maken. Dat was echt... Die sprong was wel nutteloos. Zo. Die even zo. Die zo. Ik heb als het goed is nog in mijn opslag... knopje. Heb ik nog heel veel onkruid. Zie? Zat. Ja, dat taartje. Die is leuk, hè? Dat komt omdat Animal Crossing van de week 1 jaar bestond. Volgens mij gisteren of eergisteren? I don't know. Ik vond hem ook cool. Oh, dit is dus die Cosmea douche. Yay! Ik zeg niks. Waar is de heg? Hier. Oh, ik dacht letterlijk dat ik er alleen onkruid voor nodig had. Takken en stenen. Dat kan nog wel eens een probleem worden. Dat zou een beetje zuur zijn. Takken. Valt mij... Oh, stenen heb ik genoeg. Ik moet alleen even wat takken gaan rapen. Nee, mijn eiland bestaat ook nog geen jaar, maar het spel Animal Crossing New Horizons is 1 jaar geleden uitgekomen.
volgens mij 20 maart. Ik moet even takken gaan rapen. Dat is wel een dingetje, hè? Sowieso hierboven veel zakken liggen vaak. Zie? Oké, dat is fijn, Noor. Daar ligt ook nog een takkie. Dus die kunnen we oppakken. Pam, 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 pam. Ik denk, waarom loop ik daar zo moeilijk tussendoor? Maar ik heb daar van het aftruiprek gelegd. Oké. Waar heb ik nog... Ja, ik heb hier nog bomen. Voor de rest heb ik eigenlijk geen bomen. Ik heb letterlijk alleen fruitbomen. Ik ga wel eventjes aan deze persikboom schudden. Persik op pakken. Pop. Ja, dan worden we inderdaad gek, want dan gaat hij weer helemaal lopen spammen en zo. Ja, shake it. Maar volgens mij liggen er al best wel wat takken. Oké. Hebben jullie dat ook, dat je als jullie iets willen oppakken bovenop zo'n custom pad, zeg maar, dat je dan de hele tijd je pad wegveegt? Ik heb dat zo vaak. Ik word er echt helemaal gek van. Dus ik ga er echt stil voor staan. Totdat hij aangeeft van... Nou, het item dat je oppakt, op wil pakken, zeg maar. Dan pak ik die op en laat ik het gewoon weer met rust. Nice. Hij blijft wel komen met die takkies. Hoeveel takken heb ik nu? 37. Nou, daar kan ik wel wat heggen mee maken, toch? Ik weet niet hoeveel ik nodig heb. 5 om 2 om 10. Oké. Ligt er ook aan hoeveel heggen ik wil maken, natuurlijk. Ik maak er meestal gewoon 50, want dan weet je zeker dat je genoeg hebt. Of heb je in ieder geval genoeg voor het begin. Mijn leukste bewoner die ik nu heb, nou, dat is Anka. Ik heb 3 Dreamies. Dat zijn Anka, Pashmina en Marshall. Dus ik heb Anka heb ik nu op mijn eiland. En dan wil ik dus nog Marshall en Pashmina. En voor de rest maakt het niet zoveel uit. Al moet ik zeggen dat ik wel heel erg blij ben met een Kiki en een Lolly. Die vind ik ook echt super leuk. Zijn Sherry vind ik ook leuk. En Kit vind ik leuk. Dus wie van mij weg mogen, sowieso Cranston, die vind ik echt verschrikkelijk. Sandy vind ik ook echt 3 keer niks. Wie heb ik nog meer die weg mag? Scoot heb ik geen hekel aan, maar mag wel weg. Verder. I don't know. Kijken. Oh ja, Tia vind ik heel erg leuk, die mag blijven. En Jeremiah mag ook wel blijven. Die hoeven niet per se weg. Hoeveel heb ik er nu? Nog 1 keer. Oh, komt woensdag je PlayStation eindelijk weer binnen, Stefan? Top, joh. Het is even wachten, maar... Welk varkentje ik het leukste vind? Ik kan er heel flauw op antwoorden. Ik heb al meerdere antwoorden klaar. Mijn eerste ingeving was Peppa Pig. Maar dat komt omdat Myra helemaal fan is van Peppa Pig. En slaap lekker, Naat. Tot de volgende maar weer.
Pom. En weet je dat ik ook gewoon die Super Mario buis had kunnen nemen? Geef niks, Seppe. Leuk dat je erbij was. En tot de volgende, zou ik zeggen. Slaap lekker. Ik moet ook zeggen, het is 10:30. Dus ik ga ook niet al te lang meer door. Ik zit even te denken. Want hier komt een andere dingetje. Nee, maar varkentje, ik durf zo geen varkens te noemen van Animal Crossing. Ik heb er eentje gehad, ik weet niet eens meer hoe ze heet en die vond ik 3 keer niks. Dat weet ik wel. Nee, ik zou het echt niet weten. Oké, dit is niet zoals ik het in gedacht had. Ik haal het weer weg. Nana, ik ga Nana opzoeken. Ah, dat is wel een heel schattig aapje. Die is echt super cute. Ik snap dat je daar heel blij mee bent. Absoluut. Oké, maar dit was absoluut niet zoals ik het in gedachten had. Ik weet ook niet hoe ik het wel in gedachten heb. Zoiets of zo. Oh, dat was niet de bedoeling. Welke varkentjes vind jij leuk dan, Tamara? Ja, ik heb niet zo'n varkentjes. Nee, dit moet verder die kant op. Seppe, hele fijne avond. Super gezellig dat je weer bij was. En tot de volgende, hè. Slaap lekker. Maggie. Volgens mij heb... Nee, Gala heb ik niet gehad. Of wel? Ik weet het echt niet meer. Ach, Nes. Oh. Heb ik vertraging? Dat zal wel meevallen, denk ik. Mijn hoofd is gewoon een beetje vertraagd. Want dan ben ik ondertussen aan het bouwen. Dan kijk ik en dan... Oh, wacht. Ik heb ook weer een stukje chat gemist. Oeps. Sorry als ik iets gemist heb. Ik doe mijn best. Peggy. Zit hij zo recht? Ja, volgens mij wel. Oké. Zoiets. Ja, maar dat is wel een dingetje hoor, Lissasia. Vooral als je dan gefocust bezig bent. En ja, nu is ook, het is al eind van de avond. Dus dan word ik ook vermoeid. Dus dan vind ik het nog moeilijker om... twee dingen tegelijk te doen. Dan ben ik echt boep. Is goed, Tamara. Super gezellig dat je weer bij was. Dit wil natuurlijk zo niet. En een hele fijne avond nog. Slaap lekker als je er klaar voor bent. Thanks voor je lurk, Femke. Tot zo. Dit wil natuurlijk niet zo, want die... Maar dan staat die kant ook zo. Oh, man. Oké. Waarom is dit zo moeilijk? Komt goed, Tamara.
Oh, ik heb in één keer een hele mooie ingeving. Eens even kijken. Zal het zo passen of misschien net niet? Dan zou die toch... Oh, niet zo ver. Niet zo ver, zei ik. Zo. En dan hopen dat ik hem op dezelfde hoogte heb gedaan. Ja, volgens mij wel. Oh, wacht. Die heb ik... Ah. Crash in mijn hoofd. Dat moet wel gelijk lopen, maar... Oh, wacht. 1, 2. 1, 2. Huh? Ik ben eventjes aan het kijken hoor. Want die heb ik zo, die heb ik zo. Deze moet dan. Oh, oh, oh. Ik weet nog niet of ik dit helemaal weg ga kappen dan of zo. Maar het moet wel gewoon synchroon zijn. Ik moet even gras pakken. Of nee, ik... even kijken. Shit, dan heb ik die helling net niet goed geplaatst, of wel? Damn it. No. Dat is een dingetje. Ik denk dat ik daar gewoon even goed over na moet gaan denken hoe ik dat ga doen. Scheiße. Daar baal ik echt van. Hij moest één vakje verder deze kant op. Dat zei ik al. Ik heb hem gewoon zo geplaatst. En dat was eigenlijk niet zo slim. Ik heb hem nog niet eens betaald. Laat ik hem maar gewoon gelijk gaan betalen. En klaar. Dan gaan ze hem morgen bouwen. Het staat hier morgen ook. Oh. Ja, ja, ja. Prachtig dat je nog nul aan de donaties hebt. Aha. Ik help wel. Zo gul ben ik wel. Doneren. Oké, die is afbetaald. En morgen gaan we hem denk ik dan maar weer afbreken. Of ik moet hier iets aan doen. Maar dan wordt het nog smaller. Ik denk dat ik hem wel zo ga laten. En dan loopt hij inderdaad zo. En de rest ga ik er afhakken. Dan maar recht toe, recht aan. Zo, huppatee, weg ermee. Oh, maar wat baal ik van die trap. Wat stom. Welkom terug, Femke. Oh, ik heb daar een steen. Lekker. Fristie. Lekker is die. Mari die heeft van de week ook voor het eerst fristie gehad. Nou, die vindt dat lekker. Die kan zich daar zo lekker in smullen. Oh, dat zeg je niet hoor. Kan ik die steen natuurlijk, want die steen moet weggehakt worden. Zie? Hij doet het niet! Of ik laat die steen daar gewoon zo staan. Doei! Ik heb geen idee, volgens mij overal wel van piespen. Hier ook niet van. Hier niet van. Als het lekker scheef gaat. Hier
Eén keer? Nee, toch? Ja, klopt. Piespe die had één keer rip-up gedaan. Nadat ik zei dat je de gnomebot had onder handen had genomen. Bouwen. Is het zo goed? Ja. Want hoe leuk is het als je hier een bankje inzet. Hij moet er eentje langer. Bankje met een prullenbak. Of zo. Even kijken hoe het uitkomt. Of een bankje met iets ernaast. Nou, en dan hier in het midden mooi een fontein. Oh... Sorry, de Rivella die komt een beetje omhoog. Oh. Oh nee, ik wil zo. Helaas, pindakaas. Nog even langer wachten op je fristie. Oké. Wat ik wel kan doen... Dan heb je weer zoveel herrie. Nee, gaan we niet doen. Bouwen. Sorry, ik zal het niet meer doen, oké? Zo. Ja, ik zie de ballon hoor. Die valt natuurlijk niet te missen. Is het raar dat je geen fristie lust? Raar niet, maar het is wel een beetje anders. Nee hoor. Zo heeft iedereen zijn dingen dat hij niet lust, toch? Oh, we hebben klingels gekregen. Oké. Maar dit lijkt wel leuk te worden dan, toch? En ik dacht nu in één keer van, nou, als ik hier zo een beetje doortrek, dan kan ik daar misschien wel de museumwinkel gaan maken. Ik ga hem voor nu in ieder geval afsluiten. Pom, 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 pom. Zo. Bijna goed. Deze moet wel gewoon hier blijven. Soms doet hij dat, dan blijft hij op dezelfde scène zitten. Waarvoor moet ik wachten, Livy? Ik zet de stream nog niet uit hoor. Eens even kijken. Ik ga eventjes kijken wie wij kunnen gaan raiden. Welkom terug, Noor. Categories. Maak dan je laatste zin ook af. Ja, precies. Nee, maar dat ging niet helemaal goed. Oké, nee, die wordt hem niet. overzicht. Wie gaan wij raiden? Pop, 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 pop.
Vond ik ook, Arjen. Ik heb weer genoten. We hebben lekker zitten dromen en verder kijken. Ja, wat hebben we nog meer gedaan? Mijn haar zit heel raar zo. Daar ging mijn glas om. Gelukkig was hij leeg. En hij trilde. Oh, ik ben heel benieuwd, Femke. Dat vind ik echt wel tof. Nee, maar we hebben dus leuke dingetjes gedaan. En nu gaan we gewoon lekker raiden. Maar ik weet niet wie. Mama. Er zijn niet echt leuke mensen. Live. Pom, 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 pom. Wacht. Oh, ik kap hem meestal net van tevoren af. Ik probeer erop te letten. Even kijken, is dit in het Nederlands? Nee. Oké. Ja, ik moet van jullie drinken. Ik ga gelijk drinken indoen. Ik ben onderweg. Heel veel succes met je examens, Femke. Zet hem op, hè. You can do it, this. Weet je, is er een feitje om meer zelfvertrouwen aan jezelf te geven met examens? Tenminste, zo werd ons dat altijd verteld. Zet dan bovenaan je elk examen voordat je gaat beginnen. Schrijf je eventjes boven in de hoek, ik kan dit. Of ik kan het, of zo. Nee, die ga ik dit keer niet doen. Lieverd, ik ga even andere uitzoeken. Volgend. Ja, gewoon goed je best doen en heb vertrouwen erin. Die heb ik laatst ook geraid, maar die zegt niet zoveel in de chat. Of tegen de chat, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Oké. We gaan wel naar Torzon. Waar is Jane? Pam, 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 pam. Die moet ik even ietsje zo doen. Zo, wij beginnen. We gaan lekker naar een Fortnite-streampje. Ja, ik ben even aan het bedenken. Ik wil jullie in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ik heb het hartstikke gezellig gehad. Ik heb in ieder geval weer wat inspiratie op kunnen doen. Mijn writersblok is weg. fijne avond nog. Ik zie jullie in de raid. Als je nog niet hebt gedaan, druk nog even op die follow-knop. En... Ik ben moe. Mijn hoofd wil niet meer. Dus ik zeg tot woensdag. Fijne avond nog.